Alles wat je doet, moet je goed voorbereiden, hè? Dus nooit ineens zo even snel een bocht door, netjes voorbereiden. Ja, goed zo. Hopla. Dus gaat weer aan. Hou weer gelopen. Dit is de moeilijke kant. Volgens mij zit die vet leuk. Dus je moet bij deze kant altijd wat meer aanleiding geven. Zeg maar straks aan Emily. Ik weet niet hoe een kameel galopeert. Tussen de pionnen door. Met een mooie ronde boog. Galopperen. Nu bij B afwenden tussen de voor de pionnen in draf en bij de pionnen in de linker galop. Ja, die is wel goed. Probeer hem nog ietsje rechter te houden op die lijn. Houden jullie zijn werk op het midden? Ja. Oeh. Oh, meteen. En dan bij B, ja. Bij E, afwenden en tussen de pionnen in draf. Ja, goed zo. Dat was netjes. Lisette!